Goedenavond en welkom bij Sterren aan tafel. De hele week is er weer massaal gestemd op de Nederlandstalige top 1000... die deze week te beluisteren is op Sterren.nl Radio. Ga jij wel eens naar het noorden of het oosten van Nederland? Daar kom ik wel eens, eenmaal in het noorden of het oosten. Ga jij dan het liefste naar Drenthe of naar Gelderland? Laten we dat vragen aan de gasten van vanavond. Nou, inderdaad, want waar wachten we nog op? Een hele goede avond. Ferdy Bolland, Jannes en ook Emiel Hartkamp. Aan tafel! Dit is Sterren aan tafel met Emily Sleven en Jan Paparazzi. Goedenavond allemaal. Van 15 tot 22 september, een paar weken geleden, is er massaal gestemd door luisteraars van Sterren.nl Radio op honderden verschillende nummers die samen de Nederlandstalige top 1000 hebben gemaakt. En iedere avond deze week bespreken we met een aantal gasten aan tafel de waarde van die Nederlandstalige muziek, wat het met ons doet. We zetten een Nederlandstalige grootheid in het zonnetje. We praten met de gasten over de herinneringen aan bepaalde nummers die ze hebben. En het wordt een mooi uurtje dat we met elkaar hier gaan bespreken op dit tijdstip, Emily. Ja, ik kan er eigenlijk bijna niks meer toevoegen. Dus laten we meteen ook beginnen. Want deze man bewijst zich al jaren als liedjeschrijver, muziekproducent, zanger en ondernemer. Welkom dat je erbij bent. Ferdy Bolland. Ja, dank je wel. Hoe is dat nou eigenlijk, Ferdy, om een muzieklegende te zijn hier in Nederland? Ik zou het niet weten zelf. Nou, wij noemen jou dus de muzieklegende. Dank je wel voor het compliment. Ik heb geen idee. Ja, het is een lange carrière. Ik doe het al heel lang. Ik had het voordeel dat ik al vrij snel succesvol werd. Toen ik 15 was, had ik al mijn eerste hit. Toen zat ik nog op het gymnasium in Den Haag. En toen ineens kwamen er hits. Dus toen dacht ik, oké, dit is, samen met mijn broer toen, dit is leuk om in deze industrie verder te gaan. Ik was gek van muziek. Ik speelde al heel jong alle instrumenten en schreef al liedjes toen ik 5, 6 was. Niet om aan te horen, maar wel leuk, zeg maar. En toen uiteindelijk, toen het zo goed ging, dacht ik, ja, dit is voor mij weggelegd, die muziekindustrie. Lang verhaal kort, toen ben ik een beetje gestopt met zelf zingen, toen ik zeg maar mid-20 was. Heb ik vorig jaar weer opgepakt met Beste Zangers, erg leuk. Maar toen ben ik volledig gaan focussen op schrijven, produceren voor anderen. Heel veel internationale artiesten. Falco, Status Quo, Samantha Fox, wereldhits gehad. En uiteindelijk moet ik zeggen, full circle weer gekomen naar Nederland. Ik woon natuurlijk altijd in Nederland. Maar ik heb herontdekt, en vandaar dat ik ook leuk vind om hier vanavond te zijn, mijn passie en liefde voor Nederlandstalige muziek heb ik altijd al mee te maken gehad. Veel dingen ook gedaan in Nederland. Succesvol met Nederlandstalige dingen. Maar de laatste jaren, moet ik zeggen, met die enorme opleving, want dat is het echt in Nederland, opleving en zeer succesvol Nederlandstalig repertoire, ben ik ook weer daar vol ingedoken. Met veel verve en energie, zeg maar. Dus ja, alleen maar leuk. En heel veel positiviteit, we houden ervan. Nou, en deze man die heeft alleen maar hits op zijn naam staan. Platina platen. Zal ik er nog meer aan toevoegen? Emiel Hartkamp. Dankjewel. Emiel, geweldig dat je er bent. Je bent een echte legende. Het woord valt wel eens deze week in dit programma. Maar we zitten eigenlijk alleen maar met muzieklegendes. Maar jij bent echt een legende. Voor de jonge kijkers misschien niet zo heel erg bekend qua gezicht, maar heb jij enig idee met hoeveel nummers jij bij Sterren.nl in onze Nederlandstalige top 1000 staat deze week? Verleden jaar wist ik het wel. Ja. En dat was? Nou, volgens mij zat ik rondom de 100 zo'n beetje. Rondom de 100? Ja. Dit jaar, dames en heren, zijn het er meer dan 150. Ja. Verbaast jou dat? Verbazen? Als je zegt nee, dan is het heel arrogant. Maar ik weet wel wat alles gedaan heb. Ik krijg er een beetje plaatsvervangende schaamte van. Omdat ik weet hoeveel mensen bezig zijn met muziek, hun best aan het doen zijn. Maar op een gegeven moment dat je nu zegt 150, kijk best even kippenvel of wat dan ook. Want je hebt toch je trots. En ik weet waarvoor ik het doe. Ik doe het uit liefde en passie voor muziek. Ze zeggen wel eens mensen, je kan beter 1 letter B schrijven. Dan hoef je nooit meer wat te doen. Ik moet er niet aan denken. Dan maar liever 150 liedjes. En dat ik heel veel mensen blij maak met heel veel soorten muziek. En het is nog steeds een hobby. En ik heb alleen gezegd, ik stop ermee als ik er niet meer toe doe. Het moet niet zielig worden. Ik wil een mooie herinnering hebben. En dat ik kan stoppen op het moment dat Nederland mij nog mijn liedjes draait. Hopelijk is dat moment, Emiel, nog lang niet aangebroken. Ik ben dus niet van plan. Het komt er nog steeds uit. Nee, en we beginnen zo meteen uiteraard bij het begin. Maar tot slot, altijd bescheiden, maar deze man heeft zoveel hits op zijn naam staan. Ik wil een heel groot applaus voor Jannes. Ja.
Nou, we waren net al met Emiel 150 nummers die in de Nederlandstalige top 1000 staan. Er zijn van veel, heel veel verschillende artiesten. Maar hoe vaak denk jij zelf in die lijsten staan? Poof. Doe eens een gok, Jannes. Ja. Een gok? Ja. Ik hoop toch wel in die 25 jaar carrière misschien wel een stuk of 10 of zo. 10? Ja. 23 keer sta jij in de Nederlandstalige top 1000. Jannes, ja. Fantastisch natuurlijk, maar het zijn er te veel om te laten zien. Maar we hebben toch een kleine montage gemaakt van een paar van jouw prachtige nummers. Leuk. Blijf jij vanavond bij mij, dan maak ik tijd voor je vrij. Eens dan schijnt de zon nog weer voor jou. Eens dan is jouw lucht mooi heen. Ik leef nu in een paradijs. Kom tot een eeuwigheid. De hele wereld mag het weten. Ik kan jou zomaar niet vergeten. Mijn naam is Jannes. Kom van het platteland. Het liefst vroeg ik, zo ga je mee. Kom, vlieg met mij over land en zee. De wind die brengt ons naar het geluk. Geweldig. Ja, geweldig. Ja. Ja, ik moet zeggen, ik ben ontzettend blij met toch wel meerdere stijlen van muziek. Ja. Het feest, maar ook het gevoel. En eigenlijk alles gemaakt met Emiel. Jullie werken al heel lang samen. Wat maakt jullie samenwerking zo sterk? Liefde voor muziek, denk ik. Ja. Hij geeft voorzetjes en de ene keer lukt het me wel om erin te trappen. En soms is het schot voor open goal en dan is het niet zo. Maar ik denk respect naar elkaar toe. Ja. En laten we gaan, we hebben hetzelfde droom hebben wij. En dan kan het soms even rustiger zijn. Maar er komt altijd een dag dat er zoveel respect is dat we zeggen van... jongens, hoe mooi kan Nederlandse muziek zijn? Ja, we hebben dat betreft samen toch wel heel veel mensen blij gemaakt met de stijlen van muziek. Maar daar is ook hetgene wat ik graag wou doen in de studio. En dat het dan samenkomt in de studio en dan kunnen we een mooi liedje maken. Jannes, een gewetensvraag. Was jij ook zover gekomen zonder Emiel? Ik wil mijn vorige tekstschrijver niet wegstoppen. Dus Marten Sterke, waaronder het liedje Ga maar weg. Dat was wel voor mij de doorbraak. En ik heb wel, met dank aan heel veel mensen kon ik groeien. En wel een droom gehad om ooit naar hem toe te gaan in de studio. Want het was wel voor mij een droom om bij hem samen liedjes te maken. Maar het is geen garantie dat het succes er niet was geweest. Nee. Omdat hij wel zijn eigen identiteit heeft. Ik denk dat ik belangrijk ben geweest, maar het wil niet zeggen dat het niet geluk was met een ander. Het is jullie samenwerking 1 plus 1 is 3, zeg maar, die dit succes maakt. Je moet jezelf nooit op de troon zetten. Ja, maar ooit begin mensen vergeten uit het verleden. Maar goed. Nou, ik wilde je toch wel even een plek geven op die troon, Emiel. Oh. Want we vertelden net al 150 nummers die voorkomen in de Nederlandstalige top 1000. Ja. Maar in totaal heeft deze man 1600 liedjes uitgebracht. Nou, dat staat volgens mij op Google, hè? Nou, dat heb ik verder zelf niet uitgezocht. Daar hebben wij gelukkig ook een redactie zijn voor. Er zijn 1600 liedjes verkocht, maar wat... Oh, er zijn nog ook nog onder de tafel. Nee. Oh, okay. Het zijn, op dit moment zijn het... want ik was er ook benieuwd naar. Maar we zijn er 2000 overheen. Maar weet je, wat is aantallen? Het gaat om dat wat liedjes kunnen doen. En als dat er 10 waren geweest, want het zit niet in kwantiteit. Het gaat om dat wat muziek doet. Want muziek is emotie. Ik denk dat Ferdy net zo denkt. Natuurlijk, als je een bedrijf hebt, denk je er wel aan. Maar als je gaat schrijven, ben je niet met geld bezig. Want dan lukt het niet. Je weet alleen, als je goede dingen doet en mooie dingen doet... dan weet je dat je gelukkig je boterham kan beleggen. Ja. En voor de rest is keihard werk en 24 uur per dag blijft die motor in je hoofd draaien. Klopt. Maar... Ferdy, jij knikt. Exact. Ja. Dat is ook wat het is. Ik herken het volledig. Nee, ja. Het is nooit bij mij gegaan om geld of succesvol worden en veel geld verdienen. Het was altijd de liefde voor muziek. Exact dat wat jullie hebben. Ja. Wat ik bij veel van mijn collega's meemaken, die echt alleen maar muziek leven, elke dag alleen maar weer nieuwe ideeën hebben. 'S Nachts in de badkamer, in de auto, op de fiets, weer een liedje. En dat laat je nooit los. En dat is echt niet voor muziek. En bij mij ook. Het was alleen maar liedjes willen maken
de wereld veroveren met mijn muziek was wel mijn doel. Ik ben geboren in Zuid-Afrika, dus ik heb een andere insteek, zeg maar. Het was veel meer het Engelstalig in het begin. En toen het uiteindelijk lukte, ook in Amerika 1, Engeland 1 en wereldwijd in 40 landen, dat was de droom. Maar het was nooit het financiële, zeg maar. Dat was nooit de leidraad. Daar begon het niet mee. Ooit dat ik dat bereikt heb. En wat vind jij zo leuk aan het werken met artiesten, met mensen om daar iets van te maken? Dat is heel interessant, die vraag. Omdat mensen in Nederland, met name media in Nederland, hebben nooit begrepen waarom ik met zoveel verschillende mensen kon werken. Want met alle respect, Nederland is best wel een soort hokjesland. Ze denken al gauw, als je dat doet, mag je dat niet doen. Jammer, want het beperkt je. Maar als je de lijst ziet, Rob de Nijs, Herman Brood, Katja Schuurman, de hitsingle. Maar ook de Drie Musketeers voor Joop gedaan, de grote musical. Heel succesvol. Joop van Ende, Ja, heel veel verschillende mensen, maar ook een rockband, Status Quo en Deep Purple. Net zo makkelijk, Johnny Logan. Allemaal dingen naast elkaar. En ook Samantha Fox, die in de jaren 80 groot was. En ook had ik ook een grote hit mee. En dat, waarom? Omdat een goed liedje kan elke vorm aannemen. Dat weten jullie. Je kan een liedje dat je thuis op de piano of gitaar maakt, kan je er een slager van maken, je kan er een ballade van maken, ja. Of een rocksong. En dat heb ik altijd zo gezien. Nooit beperkt geweest. Maar verder dat je er alles van kan maken, dat bewijst wel met jouw nieuwe Nederlandstalige hit. En die vinden wij dit jaar terug op 466 in de lijst. En ik weet zeker dat er nu mensen denken van, over welk nummer gaat het dan? Het gaat over een appelrolletje. Kijk maar even mee. Ja. Ik vind het ook helemaal top. En misschien hadden mensen dit niet zo 1, 2, 3 bij jou verwacht. Maar veel mensen hadden het niet verwacht bij mij. Maar het heeft een geschiedenis. Ja. Is dat ik Wilfred en Johan ken ik al heel lang. Ah, ja. En ik heb met Wilfred en Johan een aantal jaar geleden een heel succesvol voetbalalbum gemaakt. Johan Derksen. Ja, Johan Derksen. Ik ben een enorme voetbalfan, wilde altijd voetballiedjes maken. Dus ik heb een album gemaakt met nieuwe voetballiedjes van mij. Gevraagd aan Johan en Wilfred of ze dat wilden zingen. Mm-hmm. Johan kan niet zingen, zei hij, maar tegenwoordig in de studio kun je alles maken. En Wilfred kan alleen goed zingen als hij een slok op heeft. En dat lukte ook goed in de studio. En daar haalden wij bij gasten, Edwin Evers, Gerard Joling, Benny Joling van Normaal. En iedereen verklaarde me voor gek. Die zeiden allemaal, dit moet je nooit gaan doen, dit wordt niks. 50.000 albums. En een hitsingle Nederland is helemaal oranje. En uit die tijd stamt mijn relatie met Wilfred. Elk jaar houden we even contact. En dan had ik dit liedje. Had ik gewoon 2 jaar geleden. Ik drink met mijn familie en met vrienden altijd zo'n drankje op het terras. En ik zag op een gegeven moment iedereen zo'n drankje. Dat was leuk. Dat heb ik gewoon even aan de piano gedaan. Ik wilde Wilfred. Ik zeg, ik heb een liedje. Wil je daar naar luisteren? Binnen 5 minuten belde hij me terug. Hij zegt, dat moet ik zingen. En ik zeg, maar ik wil niet ten nadele van jou. Ik zeg, maar ik zou graag een trio willen. Trio van bekende mannen. Ja. Hij zegt, nou, ik bel even. Dus 5 minuten later had hij Wesley Sneijder gebeld. Ah, en Andy van der Meijden. Zo is het dus gegaan. Ja, precies. En alle drie super enthousiast. 3 dagen later in de studio. Ik hoorde ze buiten, vanuit de parkeerplaats, al binnenkomen. Dat liedje zingend. Ik denk, oké, dat is goed. En we hebben de videoclip in Utrecht geschoten. Want Wesley komt uit Utrecht. En die wilde daar Utrecht mijn stad zien. En nou ja, het werd veel opgepakt in de media. Ja, superleuk. Ik ben fan. De Ster NL is uiteraard ook fan. En daarom vinden we het ook terug op nummer 466 in de lijst. Komt er nog een deel 2? Ja, we zijn bezig met heel veel dingen. Ik ben ook bezig met die boys voor het volgend jaar natuurlijk. Groot voetbalspektakel. Misschien een album, whatever. En ik ben met veel verschillende dingen bezig. Naast met Engelstalige dingen. Ik ben ook met een grote musical nu in Wenen bezig. Vlieg heen en weer. Een musical over Falco, bijna klaar. Maar ineens heb ik die Nederlandstalige hoek weer herontdekt. En ik zit met allerlei artiesten weer in de studio. Want ik hou van het Nederlandse lied. Prachtig. Ja, deze week de Nederlandstalige top 1000 dus op Ster NL Radio. We hebben jullie als gasten vanavond ook gevraagd naar jullie favoriete Nederlandstalige nummer aller tijden. Ja. En dat hebben jullie ook opgegeven. En laten we daar eens even naar gaan kijken. De herinnering blijft. Alle clown met zijn lach. Hij heeft
niemand die hij verliet. En alleen de vogels vliegen van oost naar West-Berlijn, worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten. Over de muur, over het ijzeren gordijn, omdat ze soms in het westen en soms ook in het oosten willen zijn. Omdat ze soms in het westen, soms ook in het oosten willen zijn. Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt haar niet zien als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook dat zo'n engelbewaarder op je let. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered. Alle drie prachtige nummers, maar wat me wel opvalt, Jannes, is dat deze nummers allemaal wel een beetje een diepere laag hebben. Ja. Toch? Ja, ja, ja. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw nummer 1. Of hoef het eigenlijk niet te vragen, Jannes, wat zijn nummer 1 is? Vraag het maar. Mijn, bedoel je? Jouw nummer 1. Jouw nummer 1, die je hebt opgegeven. Ja, het is toch wel de Schuitenmaker. Ja? Ja. De Engelbewaarder. Ja. En waarom? Ik denk dat muziek, natuurlijk het liedje, is toch wel een hele zware tekst. Maar als persoon, de combinatie tussen een artiest en het liedje, en die combi. En wat het doet met mensen. Je kunt wel eens een keer niet goed in je vel zitten, maar ga je een feestje toe. En je bent met je vrienden daar en je kunt daar genieten van alles en iedereen. Maar ook, ja, dan is alles vergeten en dan maak je feest. Mooi. Dan heeft deze jongen dit jaar zeker bewezen. Emiel, jij hebt dat nummer van Ben Kramer uitgekozen, ja. De Clown. Ja. Was dat het nummer waardoor jij begin jaren 70 geïnspireerd werd om Nederlandstalig te gaan doen? Nee, nee, zeker niet. Maar het is een beetje autobiografisch. Ik was altijd de jonge, de vrolijke Hein, ook thuis. En mijn moeder zei, je komt de verkeerde nog wel eens tegen. En ik deed alles weg met een lach. En ook in verdrietige tijden, maar ik wil niet nooit dat iemand mijn verdriet zag. En de muziekwereld is kwetsbaar. Dus je moet altijd, en zeker om daar te komen waar je bent, en als je nog geen hits hebt, dan ben je je moet altijd jezelf bezig zijn. Maar je moet wel altijd met een open gezicht overal ingaan. Dus ik had heel vaak een masker voor, dat ik me helemaal niet zo fijn voelde. En altijd maar proberen te stralen. En als je dan naarmate je ouder wordt, merk je dat je dat masker niet nodig hebt. Want zoals je bent, dat zit je van van binnen. En ik heb ook wel het zwarte gat gezien. En ik kreeg dat masker niet meer voor mijn gezicht. Mm-hmm. Ik denk, daar heeft die clown ook last van. Dus dat is een... Ik heb ook gezegd dat het liedje moet op mijn begrafenis gedraaid worden. Klinkt even stom, want het blijft heel mooi. Een fantastisch liedje is niet treurig doen. Maar dit is mijn lijflied. Ja? Mooi. Ja, want ik ben die... Ik ben die clown. Jij hebt je dus ook wel die clown gevoeld. Ja, ik was die clown. Nu niet meer? Gecontroleerde clown. Ik hoef de masker niet meer. Ben ik vrolijk en wil ik huilen, huil ik lekker. En wat de wereld ervan zegt, interesseert me helemaal niks meer. Vanaf welk moment is dat gekomen, dat gevoel? Dat je dacht van... dat is pas in 2017 gekomen. Dus was op oudere leeftijd. Omdat? Dat het niet, nou, het lukte gewoon niet meer dat ik denk, ik wil niet meer het spel spelen wat er om me heen gespeeld wordt. En bij de ene is dat op je 25ste, bij de andere is het op dat 40ste. En ik was al ver over de 50, maar daar schaam ik me niks voor. Ik nee. Ben blij dat ik het herkend heb en dat ik dat masker niet meer bewust hoef te pakken. Ik ben wie ik ben. Mooi. En toch heeft die tijd, hè, wat je ook Hoi. Zegt, het heeft veel dieptepunten, hoogtepunten. Je hebt alles meegemaakt. Ja. Waardoor heb je wel al deze hits kunnen schrijven. Ja, waarschijnlijk wel. Door diep te gaan. Ik heb één heel geluk. Dat is mijn redding geweest, denk ik, ook in mijn leven. Als ik heel verdrietig was, kon ik nog steeds schrijven. Sterker nog, ja? Als ik verdrietig was, en ik heb helemaal geen slecht leven gehad, hoor, dus het was niet 1,5 verdriet, zeker niet. Maar de grootste feestliedjes heb ik geschreven in de grootste ellende. En wat is de allergrootste feestlied die je hebt geschreven terwijl jij je niet lekker voelde? Dat durf ik te zeggen, dat heb je even voor mij eens geweest. Heeft dat uiteindelijk jou weer in het positieve? Nee. Je zit nu goed in je vel, toch? Ja. Mijn nieuwe album komt eraan, ik weet het. Oh, maar dat komt zo. Nee, maar jongens, het gaat allemaal hartstikke goed. Nee, ik wil alleen maar zeggen, ik ben geworden wie ik ben. Ja. Heeft eventjes geduurd, maar de muziek heeft mij
altijd op de been gehouden. Dat is het, hè? Die muziek, ja, die emotie. Dat die verbindt ons. Dat is wat, ja, wat ons allemaal raakt op, ja, op allerlei manieren. Ferdy, jij hebt het kleine orkest over de muur. Ja, ja, maar even by the way. Jullie beide favorieten, allebei Pierre Gardner songs. Over grootheden gesproken, ja, zoals, ja, het vallen. Ja. Ja. Maar het was een oud stuk, Engel van Waarden, wat al jaren geleden was uitgebracht. Ja. Hij heeft het opgepikt, die jongen. Superleuk gedaan. Maar ook, ja, nou, grootheid natuurlijk, ja, heb je hard. Klopt. Maar jouw nummer, ja, over de muur. Ja, een heel ander soort lied, ook geen dijenkletser, zeg maar. Maar ik ben een groot voorstander van echte goede Nederlandstalige popsongs ook. Harry Jekkers, grootheid, ook in het theater. En deze song, ik ben vroeger vaak in Oost-Duitsland geweest. Op tournee, heel veel hits daar gehad. Met Bolland en Bolland. Bolland en Bolland, 10 keer 1 gestaan. 100.000 fans in de fanclub. En maar die isolate sfeer in dat Oost-Berlijn. Met die geschiedenis en die onderdrukte mensen. Dat was zo prangend als je daar rondliep en moest opereren en moest optreden. En hij is erin geslaagd om dat in die tekst, maar ook in zijn arrangement en het rustige, die rustige productie van het lied te vangen. Had jij dat zelf niet graag geschreven, dit nummer? Heel graag. Maar ja, zo werkt het nu helemaal niet. Kijk, de inspiratie, dat zullen jullie herkennen, de inspiratie van de grootheden van de songs die je in je verleden, toen je klein was, hoorde, maar nog altijd om je heen hoort. Die inspiratie is fantastisch. Maar het mooie voorbeeld, je zou denken, de grootheden, de echte grootheden, Paul McCartney van de Beatles, die liet zich nooit inspireren, maar Lady Madonna van de Beatles, Lady Madonna, heeft hij geschreven omdat hij Fats Domino zo goed vond. En die had die piano dingen. Hij deed ook, hij zegt in de opnamestudio, deed ik ook Fats Domino na. Dus iedereen laat zich inspireren. Maar wat een prachtige song over de muur. Absoluut. Echt een klassieker. Ja, en by the way, een laatste opmerking. Harry Jekkers is ook klein orkest. Is ook Harry Klorkenstein. Ja, is ook O.O. Den Haag. Mooie stad achter de duinen. En Koos Werkeloos. Ja, dat zijn echt allemaal Nederlandstalige paarden. Dit is onze schatkist, hoor. Ja. O.O. Den Haag. Ik kom uit Den Haag. Ja. Okay. Vind je ook mooi natuurlijk. Ja. Prachtig. Nou, elke avond bij Sterren aan tafel zetten we een echte klassieker in de schijnwerper. En als er één iemand niet mag ontbreken, dan is het uiteraard Koos Alberts. En Koos brak in 1984 door met Ik verscheurde je foto. En daar gaan we even naar kijken. Ik verscheurde je foto, heb je brieven verbrand. In mijn armen, die garen, maar ik doe nog charmant. Ik verscheurde je foto, maar ik zie je nog steeds. Want ik weet dat ik je nooit meer vergeet. Want ik weet dat ik je nooit meer vergeet. Legendarisch. Koos Alberts natuurlijk. Emiel, ik ga bij jou beginnen. Ja. Wat was Koos Alberts voor jou? Heb jij met hem gewerkt? Ik heb vanaf het eerste album na zijn ongeluk tot aan zijn dood één album niet gedaan. Maar voor de rest heb ik 20 jaar met hem gewerkt, ja. Zo. En op een gegeven moment, die man die wilde gewoon zingen. Hij wist met die ene stemband, jongens, probeer dat geluid er nog maar eens uit te krijgen. En hij was er verslaafd aan. Maar zoveel respect voor wat hij gedaan. Op een gegeven moment zei ik, stop maar met muziek. Ik zei, weet je wat we doen, Koos? We gaan gewoon ieder jaar in ieder geval één ding doen. En uit respect, want hij was de eerste artiest met naam die voor mij koos, ook als producer. En dat kon ik doen. En wij zijn tot het eind zijn we bij elkaar gebleven. Eigen stemgeluid. Want we hebben het wel eens over de beste zangers natuurlijk. Maar wat is een beste zanger? Het gaat om klank. Voor mij is een stem, een klank, een instrument. En instrument zet je in op een liedje. Ik weet niet of jij schrijft op de persoon. Ik schrijf liefst op de persoon, zodat ik zijn kracht weet. Mm. En ook zijn publiek. Maar zijn klank is uniek. Er zijn zoveel goede zangers die geen eigen klank hebben. Die hebben veel minder kans als iemand met een uniek stemgeluid. Juist. Schrijf jij op de persoon? We hebben even gevraagd aan jou, Ferdy. Ja, het liefst wel. Ja. Het liefst wel. Er zijn ook liedjes van mij groot geworden die gewoon door iemand zijn opgepikt. Maar het liefst wel dat je dat beeld hebt, dat je de stem kent, dat je weet hoe dat gaat klinken. Dat hoor je al in je hoofd als je het schrijft. Visualiseren. Ja, absoluut. Ja. En dan in de studio hoop je dat het zo wordt. Hè? Want de artiest moet iets toevoegen aan je lied. Ja. Dus doodzonde als jij een briljante song hebt. In de studio werkt het niet. Dat je denkt, oh nee, weet je.
Bij jou werd het altijd. Dus, hij zegt wel eens, is het Jannes? Ik zeg, ja, moet wel Jannes. Ik zeg Jannes, maar, als je Stille Nacht zingt en jouw stemgeluid, omdat je een eigen klank hebt, Jannes. Is het Jannes? Het is Jannes. Ja. Jij zingt, nee, nou, dan ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd naar hoe klinkt dan Stille Nacht. Daar ga ik niet. Nee, nou, ja, misschien één zin is. Nee, kom op. Stille Nacht. Nee. Twee zin meedoen? Nee, ik doe de derde. Stille Nacht. Ach, jongens, al. Nee, leuk. Heilige Nacht. Jannes. Ja, wel. Hij wil het niet, jongen. Hij wil het. Jannes, wat was Koos Albers voor jou? Koos Albers is voor mij... als persoon was het een... omdat ik privé heel goed met hem kon, zeg maar. Ja, maar toen jij begon, was Koos... Toen ik begon, ik kan het goed denken... Toen ik ging met mijn ouders naar Askamp op een camping... en Koos Albers was daar ook op die camping te zingen. En onderweg, in de auto, naar de camping, Koos Albers. Dat was toen helemaal de bom. Ik heb er helemaal grijs gedraaid. En op een donderdagavond kwam Koos live zingen op de camping. Dat zijn momenten, daar ben je zelf een jaartje of 12. Dat vergeet ik nooit weer. Dus dan ben je heel wat jaren later en leer je hem kennen. Ik ben met Koos opgegroeid. Ik vind gewoon... ik vind zijn muziek fantastisch. In de doelgroep vind ik fantastisch. En waarom was hij zo geliefd bij zijn fans, Jannes? Waarom denk je dat het... Stemgeluid, waar Emiel zegt. Mm-hmm. Is gewoon, maar ook, hij gaf veel. Maar... dat is persoonlijk. Ik bedoel, als hij eigenlijk stond, dan had hij een bepaald iets. Een soort magie. Dat kwam iets... dat was bij het publiek. Heel veel respect ook van latere jaren. Heel veel respect dat mensen allemaal... Hij had denk ik een beetje hetzelfde, Jannes. Ja. Als wat jij ook hebt met jouw fans. Bedoel je dicht tijd? Op de mensen? Ja, tijd voor je fans? Ja. En heel erg, herkenbaar, in de teksten. En, Een beetje dezelfde stijl van muziek ook wel. Een beetje Grieks getinte muziek. Ja. Maar dat past wel bij de volkse muziek volksmuziek. Ja. Bij dat je tijd voor je fans moet nemen. Dat is puur oprechtheid. En dat de mensen geloven... Want dat is belangrijk bij de echte volkse muziek. Ja. Dat ze ieder woord geloven wat je zegt. Het moet geloofwaardig zijn. En ook zo mooi zingen. Ja. Ja. Die fanbase wat hij had, zowel in Nederland en in België... was in die tijd gigagroot. En Nederlandstalige muziek was toen wel... Ik weet ook zeker dat jij een jaren hebt gehad waar hij een dubbele aantal optredens kon doen, maar dat hij daardoor geen aandacht kon geven aan zijn fans. Hij zegt, want die willen nog even met mij de foto. En hij zegt, ik wil liefst nog lang meegaan. Ik pak er vanavond geen 4 of 3, maar ik pak er 2. Ja. En dan, dat zei je altijd. En ik vind mijn fans die moeten hard werken voor een kaartje om mij te zien. Mooi. Dus moet ik daar ook niet alleen mijn liedjes teruggeven, maar ook die foto aan teruggeven. Ja. Ja, heel mooi. Ja. Iedere avond bij Sterren aan tafel laten we ook ons licht even schijnen over een echte grote Nederlandstalige held. En vanavond is dat niemand minder dan Rob de Nijs. Ik keek je aan en kreeg een vreemd gevoel. Zondag, vandaag blijf ik de hele dag dicht bij je. Zondag, we hebben tijd om lekker lang te vrijen. Er is geen banger, geen banger dan dat voor mij. Kan zo niet langer, anders keert het zich nog tegen mij. Allemaal stuk voor stuk prachtige nummers van Rob de Nijs. Dan vraag ik me af, Emiel, heb jij samengewerkt met Rob? Nee, helaas niet. Maar het is hem toch goed gegaan. Ja. Hij heeft een waanzinnige carrière, waanzinnig. En zo breed in zijn muziekkeuze. Heb je hem ooit al eens iets aangeboden? Nee. Heb je iets voor hem liggen? Nee, heeft ook geen zin meer. Maar dan zou ik het nog voorzingen, bij wijze van spreken. Ja. Nee,
Weet je, hij had zo'n fantastisch team om zich heen. En het zat de eerste jaren in mijn carrière zat het buiten mijn comfortzone. En Ferry zegt het wel eens goed. Weet je, muziek, het is maar net welke beat je eronder zet, welke arrangeur je doet. Want in principe, ze stop je in een hokje van de slagermuziek of de volkse muziek. Maar ik heb ook de Tramps gedaan, Only the Strong Survive. Ik heb ook Jan Keijzer aan die schilder gedaan met Comeback. Maar ook René Vroeger, het popalbum. Een goed liedje is een goed liedje. En dan ga je gewoon met andere muzikanten werken. En je gaat een andere benadering doen. Ja. Klopt dat, Ferry? Is dat waar wat Emiel zegt? Helemaal juist, helemaal juist. Ik heb met Rob uitgebreid gewerkt, Rob de Nijs. Met mijn broer hebben we een album geproduceerd. Gouden album, Hartslag. Alle liedjes geschreven. Daar stond ook zijn nummer 1 in op, hè? Ja, ja, ja. En het is een fantastisch... Ik ken hem al heel lang. Want wij zaten vroeger bij hetzelfde management. Bij Jacques Senneven. Ook een legende in de business. Dus wij hadden altijd dezelfde optreden op dezelfde locaties. Dus ik ken hem al vanaf mijn 15e. Samengewerkt voor het album, heel succesvol. Maar het is een schat van een man. Jet is ook fantastisch, een vrouw. En dit is natuurlijk in triest. We hebben het er net over. Wat er met zo'n grootheid gebeurt. We zien die beelden uit Ziggo, waar die zat, waar die stond. Ja. In triest. Maar dat is echt een legende. En wat een stembeheersing. Er is maar één man die zo klinkt als Rob de Nijs. Ja. Ja. Die zo fantastisch een song kan brengen. Een ballade in je hart kan brengen, zeg maar. Dus groot respect voor Rob. Ja. Ja, je zegt het zelf al. De Nederlandse taal die geeft onze stem emoties. Je hebt verhalen, identiteit. Het is de taal van onze gedachten en eigenlijk... gevoelens, toch Jan? Ja, dat is absoluut waar. En het verbindt ons, het geeft troost, het emotioneert ons soms. Het geeft ook blijdschap. Het is wat wij met elkaar doen en wat wij bij SterrenL Radio deze week doen in de Nederlandstalige Top 1000. Ja, want dan ben ik heel erg benieuwd, Emiel. Hoe belangrijk is het Nederlandse lied? Dat is niet zo moeilijk. We spreken allemaal de Nederlandse taal. Dus elk woord wat je hoort in de Nederlandse taal, die begrijp je meteen en die komt binnen of niet binnen. En met name... het is zo duidelijk, maar daarvoor is het ook zo moeilijk. Om in je eigen taal. Want we weten, we hebben hits gehad uit het buitenland. Die weet je bij god niet waar je zingt. I see to pregen. What's that? What's that? Jippo, Sinto, Kjet. Maar we zingen dat maar. Maar weet je, Nederlands is zo duidelijk. En daar ben je mee geboren, ben je mee opgestaan. En juist in deze tijden, want dat is wel algemeen bekend... op het moment dat het minder gaat in het land, economisch, oorlogen, energiecrisis... migratie, maakt even niet uit. Dan krijg je hunkering naar je eigen roots, naar je eigen ik. En ik denk dat dat ook zeker heel erg belangrijk is geweest... waarom het Nederlandse lied en het pure Nederlandse lied op dit moment weer zo leeft. Je hebt hunkering naar je eigen ik, je eigen omgeving. Dat is je basis, dat is waar het vandaan komt. Ja. En het is zo groot in Nederland, gelukkig weer, sinds een paar jaar. Maar ik was even nog over een aprolletje met Wilfred en Wesley en Andy. Ik ging met ze mee naar de opname van in Uden, van Sterren.nl. Het muziekfeest op het plein. Extreem gaaf. En hoe leuk was het daar? Ja. Superleuk. Ja. Nou, ik hoef jullie niks te vertellen. Ja. Er staan 10.000 mensen volledig uit hun dak te gaan. Op Aperolletje. Ja, niet alleen dat, maar elk woord van elke song zingen ze letterlijk mee. Ja. En dat is toch prachtig? Maar vind dat jij is dan een volksevenement van je welste? Ja. Freddy, kan je dan zeggen dat de Nederlandstalige muziek anno 2023 breder is geaccepteerd dan, laten we zeggen, 30 of 40 jaar geleden? Absoluut. Ja. Dus groter dan ooit tevoren. Ja. Ook groter dan in de tijden van de 60, 70 jaren. Zonneveld, Rob de Nijs in het begin, Boudewijn de Groot. Toen was het toch nog... Ja, het was natuurlijk wel Nederlandstalig. Dat had een beetje een aparte... Het is groter dan ooit. Het verkoopt enorm. Het streamt enorm. Er worden de optredens overal waar je kijkt. Iedereen is bezig met Nederlandstalige muziek. En zeer terecht. Want precies wat Emiel zegt, het is onze taal. Elk woord verstaan we, voelen we. Jij denkt dat de groei er nog niet uit is? Absoluut niet. Nee. Nou, weet je, het is eigenlijk... Moeten we ons schamen dat we zeggen dat dat nu kan, dat dat nu telt? Ja, vind ik ook. Ik vind dat de schaamte. Er zijn al heel veel voorgangers geweest voor Sterren.nl. En gelukkig omarmen jullie het. En laten het zien. En het was vroeger ook altijd al de trots die zijn gezichten... Ja. Wat de AVRO niet, of wat de VARA niet deed, wat voor een programma was... die zogenaamd naar de links en de minder zwakke en de socialisten waren geweest. Die werd het verboden. En het is belachelijk dat het nu omarmd wordt. En een stukje nationaal cultuurgoed. Het hoort eigenlijk op een stukje nationaal cultuurgoed in de Nederlandse lijn. Laten we trots zijn. Laten we trots zijn ook in die 60 jaren. De Willy Alberti's, de Johnny Jordaans en ook op de Jansen. En jij zegt eigenlijk dat het altijd al zo moeten zijn. Ja, het is niet zo, want daarvoor is het misschien ook wel groot geworden. Maar jongens, horeca Nederland draait erop. Als we verdriet hebben, worden we blij. En als we blij zijn, worden we nog blijer. En het werd weggestopt. Wij moeten eigenlijk, en zeker programma maken Nederland...
en goede dagen laten. En dus jullie hoeven je hier niet aangesproken. Met iedereen die hier lacherig over doen, die moet zich schamen. Want als ze drie bier op hebben, staan ze allemaal bovenop de tafel. Zingen ze hetzelfde liedje. Heel juist. Maar wat jullie doen, wat Sterren.nl überhaupt doet, in volle breedte, de ondersteuning van het Nederlandstalige gebied, hulde. Het is fantastisch. Erik Scherder, even iets heel anders jongens, is hoogleraar neuropsychologie. En elke avond bij Sterren aan tafel laat hij zijn licht schijnen en vertelt hij iets over de binding die muziek doet en maakt in onze hersenen. Ja, want soms zijn er liedjes die je na een aantal keer luisteren, zoals ik dat bijvoorbeeld wel eens heb, dat je denkt, oh ja, daar ging het over. Soms zijn er ook liedjes die je wel snapt na één keer. Professor Dr. Scherder die heeft daar onderzoek naar gedaan en die kwam tot een aantal bijzondere ontdekkingen. Oh ja? De studies zeggen dat als je nou naar droevige muziek luistert, een beetje sad music, hè, dat je dan met name let op de tekst. Dus bij die hele vrolijke liedjes minder, juist bij die liedjes waar het om gaat, die droevige inhoud hebben, daar let je op die tekst. En dat is fijn, want doordat je die tekst hoort, super belonend, omdat je dan denkt, ja, maar dat herken ik dus helemaal. En dan begint dat beloningssysteem op te spelen. En dat beloningssysteem werkt als volgt. Hier heb je de hersenstam, en het ligt vol met kernen, bovenin de kern voor productie van dopamine. En dus je krijgt een verwachting. En je denkt, oké, je hoort die tekst. Je denkt, ja, dat spreekt mij totaal aan. Hè? En dan gaat het op gang komen. Dus die dopamine, die zorgt voor die verwachting die je hebt. Wat wordt het, wat wordt het, wat wordt het? En die dopamine straalt hier van helemaal uit over frontaal, over het hele brein heen. En dan hè, merk je dat die tekst steeds meer aanspreekt op je associatief geheugen. Dan denk je, oh, dat is het. En dan maak je vrij oxytocine. Dat knuffelhormoon, zoals iedereen wel kent. Hè? Als je dus merkt dat die tekst steeds meer gaat aanspreken, krijg je ook steeds meer binding met dat nummer. Mede door het vrijmaken van die oxytocine en die endorfines en dergelijke. Hoe mooi is dat? Ja, Ferdy, Emiel en Jannes, wisten jullie dit al? Want dit is best bijzonder wat hij vertelt. Ja, we hebben het vaak over. Ik vind het supermooi, zo'n academisch wetenschappelijke analyse. Prachtig. Maar de essentie is precies wat Emiel net zegt. Je staat ergens in de kroeg, op een plein, op een terrasje. Je hebt een drankje op, je hoort een lied, je zingt mee. Er komt een accordeonist voorbij in de Jordaan. Dat is muziek. Wetenschappelijk valt alles te analyseren en te onderbouwen. Maar daar heeft iemand in de kroeg helemaal geen boodschap aan. Ja. Kan ik je zeggen. Muziek is het beste aspirintje tegen elke ziekte. Ja. Ja. Ik denk dat wel heel veel mensen heel veel kracht uithalen aan muziek. Dus absoluut. Bepaalde liedjes. Als iets gebeurt in je leven. Herkennen jullie ook. Ik krijg heel veel post over bepaalde liedjes. Dat mensen zeggen, het heeft me zo geholpen in die moeilijke tijd. Het leukste is, nou zeg je iets leuks. En Jannes zal het ook herkennen. De fanbase, je hebt het nou via de computer natuurlijk. Via de Instagrams en de Twitters en weet ik allemaal. Maar vroeger had je postzakken. Ja. En er was ooit een keer een artiest die zei, ga nou eens een keer mee. Er staan hier twee postzakken en haal er eens 10 brieven uit. Ik denk, nou, wat is het nou flauw? Kan lezen. Hij zei het gelezen, ja. Hij zei, ze zijn mijn fans. Maar ze moeten mij niet bedanken. Maar ze zeggen altijd, ik heb zoveel steun aan je liedje. Ik heb zoveel steun daar. Dus eigenlijk zijn ze nog fan van jou. Want dat is dus de combinatie van de stem van de artiest en wat het liedje kan doen. Ja, maar het lied is de basis. Ja. Dat is de basis. Ja. Ik denk dat jij dat ook vaak krijgt te horen, Jannes. Dat er veel fans van je zijn die laten weten, heel veel kracht te halen uit. Met welk nummer is dat vooral bij jou, waar je veel reactie op krijgt? Ik denk dat meerdere liedjes toch wel zweven naar geluk. Ik denk, Adio Moro Dio, wel. Wat houden doe ik wel alleen. Eens, dat is ook een liedje waar... daar zijn meerdere liedjes geweest in die toch 25 jaar. En is er ook een nummer uit jouw genre wat je zelf af en toe moeilijk vindt om te zingen, als het bijvoorbeeld even wat minder met Jannes gaat? Ja, ik heb een liedje wat gemaakt. Heel wat jaar terug alweer is mijn manager Dick Oosting overleden. 50 jaar geworden en daar heb ik toch voor het lieverleden mee gedeeld. En ik wou graag een liedje maken wat ging over hem. Dus met tekst van Emiel, dat heet Meer dan een vriend. Dus ik heb hem toch ingezongen en ik heb ook nooit weer gezongen. Nee, dat is gewoon heel lastig. Het inzingen was wel moeilijk. En maar ik ben wel heel blij dat ik het gedaan heb. Ja. Mooi. Als we kijken naar de toekomst, Jannes, waar zien we jou over 5 jaar? Waar zie jij jezelf over 5 jaar? Zing jij er nog? Ja. Ja? Ja, zeker. 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 Ja. Zeker. Die gaat. Ja. Ja. Emiel, inmiddels heb je 1600 nummers uitgebracht. Over 5 jaar, waar staan we dan? Hoeveel nummers? Nou, het maakt me eigenlijk helemaal niks uit. Als ik het nog maar toe doe en dat ik het elke dag nog leuk vind, en als ik het niet meer leuk ben, stop ik ermee. En dan heb ik zo'n mooie carrière gehad, waar ik van elke seconde dankbaar ben. Voor wie wil je nog graag een nummer schrijven? Voor wie heb je nog een nummer liggen?
Ik heb geen nummers liggen waarvan ik zeg van... Nee, het leukste vind ik elke uitdaging uitgaan. Waar ook ter wereld. Dus iedereen mag bij jou aanbellen? Nou, ik ben wel selectiever geworden door de tijd. Maar in principe staat de deur voor iedereen open. Want je bent God niet. Wil jij misschien nog een liedje uitbrengen, Jan? Nee, ik ga iets vragen aan Ferdy. Ferdy, als jij een boodschap over zou mogen brengen aan het publiek... wat nu kijkt, de mensen die met Nederlandstalige muziek bezig zijn. Wat is dat dan? Dat is dat ze vooral moeten blijven luisteren... en moeten blijven steunen, het Nederlandstalige lied... Want het gaat nog veel groter worden dan wij nu zien en vinden. En het gaat by far gaat het de Engelstalige markt in Nederland overtreffen. Ja? En dat is een mooi punt. Want veel te lang was... Ik ben heel erg afhankelijk van de Engelstalige markt en de wereld. Maar veel te lang heeft de Engelstalige muziek Nederland gedomineerd. Terwijl in Frankrijk hebben ze een heel goed systeem. Bij wet is bepaald dat 60% op radio Franstalig moet zijn. Bij wet. Dat is om protectionisme, om de eigen industrie te beschermen. Dat is in Nederland nooit gebeurd. Het gebeurt nu op natuurlijke wijze. Vind ik prachtig. Wil ik verklappen. Ja. Emiel? Ferdy weet het ook. En de mensen hier misschien iets minder. Maar je hebt tegenwoordig allemaal writers camps. Ja. En daar ben ik niet zo'n heel groot favoriet van. Omdat? Nou, weet je. Je moet je gevoel delen, je moet je passie delen. En ik kan heel goed delen. Maar niet in het begin als ik ergens mee bezig ben. Maar ik zat vanavond eens na te denken en ik hoorde dan wat hij allemaal gedaan had. En hij heeft zijn wereldje en ik heb mijn wereldje. En je hebt popmuziek en die. Ik zou met hem wel eens een keer een middag willen sparren, al is het kletsen. En wijsheid te vergaren zijn ervaring mij. En daar wil ik me heel graag aan overgeven. En je weet nooit wat eruit komt komen. Dus het is geen sollicitatie, maar het is liefde voor muziek. Ja. Samen een keer op een middag. En Jans, als een goed liedje uitkomt, wil hij hem hebben. Afgesproken? Het lijkt me superleuk. Nou, dat hoort inderdaad. En dan worden weer nieuwe afspraken gemaakt. Want dit was het weer voor vanavond. Ik wil zo meteen van jou nog even stille nacht horen als we klaar zijn. Ik wil sowieso alle gasten bedanken. Mag ik een groot applaus voor onze gasten vanavond. Ferdy Bolland. Top tekstschrijver Emiel Hartkamp. Ja. En natuurlijk Jannes. Jannes. We hopen uiteraard dat jullie ook zo genoten hebben van deze talkshow van vanavond. En morgenochtend om 6:00 hoor je Marcel de Vries op Sterren NL. En hij gaat verder met de Nederlandstalige Top 1000. En morgenavond op deze tijd zijn wij hier weer. Dan met 3 andere gasten uiteraard bij Sterren aan tafel. Morgenavond zitten hier Thomas Bergen, platenbaas Robbie Langendorf en niemand minder dan André Hazes. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Tot morgen. En veel sfeer. Jazeker. Dat is Top of Life. We'll be right back.